Ik noemde het glazen huis, de mooiste appartement van Domus. Theo is een van de bewoners van de Domus. Hij is trots op zijn kamer en brengt daar veel tijd door. Ik ga maandag, dinsdag vaste prik naar dagbesteding, 2 hele dagen. Dan krijg ik 8 euro. En dan heb ik weekend. Nou, woensdag doe ik andere dingen. Of wassen. Donderdag zeg ik vrije dag, dan doe ik misschien stoute dingen. Dan krijgt hij namelijk zijn weekgeld. Dan voel ik me de koning te rijk. Ik voel me dan miljonair, want dat is, ik vind dit het mooiste leven wat er is. Ik heb hier toch alles wat mijn hartje begeert. Het is gewoon een, hoe noem je dat, all inclusive. Nou, alleen het enige wat ik er af en toe een biertje moet kopen. Want dan koop ik het goedkoopste biertje wat er is. Ja. En dat biertje haalt hij in de supermarkt in het dorp. Dorpsbewoners zien hem daar liever niet, maar een verbod op het kopen van bier kan het personeel niet opleggen. Als dat zo zou zijn, dan zou je het hebben over een doelgroep die achter gesloten deuren zou moeten zijn. Ja, dat is aan de psychiater en aan de artsen om dat te bepalen. En tot zover zijn daar nooit incidenten voor geweest waardoor dat zou moeten. Dus nee, het zijn gewoon vrije mensen in een vrije instelling. De afgelopen maanden waren intensief voor de bewoners en voor het personeel. Ik vind het eigenlijk heel pijnlijk om te zien. De meeste bewoners hebben te maken met afwijzing in hun leven, vele malen. En de plek waar je veilig hoort te zijn, je eigen woonplek, daar voelt men zich niet veilig meer. Men voelt zich afgewezen. Ik heb ook echt een verandering gezien na afgelopen zomer. Dat bewoners zich niet veilig voelen in het dorp, op straat. Ik merk het zelf ook als begeleider. Dat wanneer ik het dorp inloop, je echt nagekeken wordt. Of mensen achter de ramen toch gaan kijken van, hé, daar is iemand van de Domus. En dat voelt niet oké. Omdat juist die reacties of wat er geschreven wordt of wat er gezegd wordt naar onze bewoners, nog weer extra gedrag versterkt en het moeilijker voor ze maakt. Omdat het weer een afwijzing op afwijzing is. Wendy is verzorgende met verpleegkundige taken. Ze zorgt voor de medicatie, heeft contact met onder andere Iriszorg en de huisarts en probeert de bewoners structuur te bieden, zoals samen eten. Waarom vind je het belangrijk dat mensen weten wat hier gebeurt op de Domus? Nou, dan hoef je niet voor de been te trappen. Nou, ik vind, dan weten ze hoe het voelt. Want iedereen kan hier terechtkomen. Daar zijn hier wat mensen die snappen geen bal van. Drie mensen in de wereld snappen niks van. Daarom is ook volgende week die inspraakronde. Ja, ik denk inzicht. Hè, van wie zijn deze mensen? Wat doen ze? Waar komen ze vandaan? En wat maakt dat ze zo reageren? De andere kant ook, hoe zijn wij bereikbaar, benaderbaar? Hè, zodat we kunnen samenwerken. Ik denk om de angst weg te halen, daar is uitleg voor nodig. De andere kant, als er incidenten zijn geweest, die wil ik zeker niet wegbagatelliseren. Dan hebben we daar politie en rechtssysteem en moeten we in overleg met elkaar over de gebeurde incidenten. Maar ik zou het zo gunnen, want ik denk als het je eigen vader of moeder is of broer of zus, dat je anders zou reageren. Maar ik snap ook als er een incident is geweest, dat je raakt, maar dan juist moeten we daarin het overleg met elkaar hebben. Inwoners van Wehl voelen zich niet veilig. En nadat de burgemeester moest ingrijpen omdat een Domusbewoner met een mes op straat zou hebben gestaan, was het hek van de dam. Een online petitie, flyeracties en komende dinsdag dus een extra raadsvergadering. Wat de afgelopen tijd mij geleerd heeft, en daar is het dorp zich soms denk ik onvoldoende bewust van, dat zij zelf zorg dragen voor onveiligheid mede. Dat is om door hier ongevraagd voor de deur te staan, foto's te maken, mensen achterna te zitten. Dat doet wat met mensen. En reacties als van we komen verhaal halen. Ja, nee. Ik denk dat dat niet is zoals we met elkaar om willen gaan. En zeker de bewoners niet. Maar deze neem ik met in de toet, want ik heb altijd op mijn kamer. Als je dit naar Zevenaar doet, of naar Albergen, bij wijze van spreken, een mooie naam, dan verplaats je het probleem. Nou, dan schiet je er niks mee op. Hij blijft hier ook. Daar wil ik alles onder verwennen. Mijn hele testament. Ik zeg zeker dat hij blijft.